Zodoende groeide langzaam in. Toen een tweedehands hamermolen gekocht. Een beetje graan erbij in. En ja, zo is dat door de jaren heen langzaam is dat begonnen. En dit jaar hebben we een nieuwe installatie gekocht en dat is allemaal wat professioneler en wat nauwkeuriger. Ja, en het draait eigenlijk goed. Maar je hebt echt wel een paar jaar nodig voordat je alles in de vingers hebt. En dat hebben we nog niet, maar je leert elke dag nog. Je triggert me wel door te zeggen van we hebben geprofessionaliseerd, we hebben een nieuwe techniek, nieuw systeem. Zou je wat kunnen vertellen over hoe dat er bij jullie uitziet? Wat heb je daarvoor aangeschaft? Hoe ziet de automatisering eruit? We hebben een hamermolen gekocht. We hebben een beetje graanopslag geïnvesteerd. Dat we in ieder geval een redelijke hoeveelheid in één keer kunnen kopen. Dat we een gelijkmatige kwaliteit hebben. We kunnen 300 ton tarwe, 300 ton gerst kunnen we houden. Dan heb je een redelijk constante aanvoer. Voor de rest hebben wij gewoon polyester silo's waar aanvullende voeders in geblazen worden. We kunnen mengen en we doseren uit in zakken waarvan het daarna weer met vezels naar het droogvoersysteem getransporteerd wordt.